Hallo, ik ben Lucy en ik laat je zien hoe je een kleine bewerking kunt doen op Wikipedia. We zijn ingelogd, dat zien we onder andere doordat hier onze naam staat en ook dat we hier ingelogd zijn. En we zijn op de pagina waar we altijd beginnen, onze startpagina. Op dit moment staat er op onze startpagina een voorgestelde bewerking voor de Volvo 100-serie. Het is de bedoeling dat we links gaan aanbrengen tussen artikelen. En er wordt gezegd dat het eenvoudig is en 3 tot 5 minuten van onze tijd in beslag neemt. Het aanbrengen van links tussen artikelen is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als je kleine bewerkingen wilt doen. Door dit te doen, link je de artikelen aan elkaar en zo ontstaat er een netwerk van kennis. Je kent het wel, je kunt zo heel makkelijk van het ene artikel naar het andere artikel doorklikken. Ik zal je laten zien hoe we dat gaan doen in dit voorgestelde artikel over de Volvo 100-serie. Ik weet hier helemaal niks vanaf. Maar dat hoeft ook niet, want we krijgen hier eerst een inleiding. De inleiding kun je even zelf lezen als je dat wil. Door links in te voegen leren mensen sneller. Voorgestelde links zijn door een machine gegenereerd en kunnen onjuist zijn. En er zijn nog wat richtlijnen, waarvan als je het niet zeker weet, sla dan over, zeker een belangrijke is. We gaan aan de slag. De kunstmatige intelligentie vindt dat ik kofferbak aan zou kunnen vinken als link. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dus ik kies hierop ja. En we hebben het gedaan. En ook hier, trommelrem, is een prachtige natuurlijk om door te linken naar het artikel trommelrem. Dus we klikken weer op ja. En hij gaat voor dashboard en daar klikken we ook op ja. Hij geeft dan aan dat we de wijzigingen kunnen publiceren. En meteen kunnen we naar de volgende bewerking. En dat is een kort artikel uitbreiden. Dat wil ik niet, dus ik kies voor sluit en bewerk dit artikel opnieuw. We hebben nu de voorgestelde bewerkingen door de kunstmatige intelligentie uitgevoerd, maar we zitten nog steeds in ons Volvo 100-serie artikel. Naast dat je gebruik kunt maken van de kunstmatige intelligentie, kun je natuurlijk ook gewoon gebruik maken van wat je zelf belangrijk vindt en waar je zelf tegenaan loopt. Die bewerkingsvoorstellen, die blijven niet continu bij je. En het is straks ook wel leuk om op eigen benen dingen te kunnen doen. Dus we gaan kijken naar carrosserie. Of dat niet een linkje waard is. Dat doen we door eerst te kiezen voor bewerken. Nu zitten we in de bewerking. Dat kunnen we weer zien doordat hier deze regel bij is gekomen. Onder andere. We gaan het woordje carrosserie selecteren. En dan gaan we hier in deze lijn naar dit tekentje voor koppeling, oneindigheid, hoe je het ook wil noemen. Je ziet hier staan koppeling. En als je daarop klikt, dan krijg je ook een voorstel. Namelijk bedoel je koetswerk van een motorvoertuig. En dat is inderdaad wat ik bedoel. Daar klik ik op, dan zie je dat dit nog te bewerken is. Ik kan bijvoorbeeld de tekst wijzigen. Dat is vaak handig als er een meervoud is. Of een meervoud nodig is. Of dat je toch iets met een hoofdletter wil schrijven. Nou, ik hoef hier nu verder niet aan te bewerken. Dus ik klik ernaast. En ik zie dat carrosserie blauw is geworden. Zoals je weet, er gebeurt niks. Oh wacht, ik zie hier een kleintje. Die halen we nog even. Deze klopt ook niet. Waarom staat daar een dingetje? Zo. Oh, en hier staat er nog één. Zo kun je dus hele kleine bewerkingen uitvoeren. Zoals we weten, niks gebeurt er als we niet voor wijzigingen publiceren kiezen. En we beschrijven wat we hebben gewijzigd. We hebben voornamelijk een link toegevoegd en die kleine dingetjes die ik heb gedaan, die laat ik voor wat ze zijn. En ik kies hier voor wijzigingen publiceren. En de bewerking is gepubliceerd. We krijgen nu een automatische suggestie voor het bewerken van dit artikel. Dat wil ik niet, dus ik zeg sluit.
En dan zijn we weer terug in dit artikel. Ik ga weer terug naar mijn startpagina. En ik zie dat ik hier de Volvo 100 serie heb bewerkt. Hij staat nu bij mijn impact. Zoals je ziet heb ik ook al iets bewerkt aan de HRMS Sumatra. En aan het artikel van Leida Leurik. Het kan zijn dat als je een artikel hebt bewerkt, dat je graag op de hoogte gehouden wil worden over de voortgang van het artikel. En hoe je dat kunt doen, laat ik je graag ook even zien. We gaan daarvoor naar het artikel van Aleida Leurink. We gaan hier even kijken of er kleine wijzigingen zijn die we kunnen toepassen. Als ik zo kijk, dan zie ik hier het woord thermometer en het woord barometer. Op thermometer heb ik het idee dat de meeste mensen wel weten wat het is. Maar bij barometer kan dat natuurlijk anders zijn. We kiezen voor bewerken. En we gaan hier naar barometer. Die selecteren we. En ook daar maken we een link van. En zo is barometer een linkje geworden. Nu wil je graag op de hoogte gehouden worden van Aleida Leurink en alles wat er in dit artikel gebeurt. Daarvoor gaan we naar deze lijn en dan kiezen we hier voor het sterretje. Het sterretje is ervoor om pagina's op je volglijst te zetten. Dat doe je door hem aan te klikken en dan krijg je de optie om Aleida Leurink en de bijbehorende overlegpagina op je volglijst te zetten voor een bepaalde tijdsduur. Je kunt hiervoor kiezen voor permanent, 1 week, 1 maand, 3 maanden en 6 maanden. Zo hebben we en een linkje toegevoegd naar Barometer en het artikel op onze volglijst gezet. Dan willen we meer weten over onze volglijst en dan gaan we naar deze lijn. Daar zie je het woord volglijst. Kun je op klikken. En dan zie je hier alles wat op je volglijst staat. Dat is in dit geval nog maar 1 artikel, namelijk die van Aleida Leurink. Je ziet dat we hem hebben bewerkt door een linkje toe te voegen. Je ziet hier ook hoeveel wijzigingen in hoeveel dagen je te zien krijgt. Stel dat je heel veel op je volglijst hebt staan. Hier kunnen we de volglijst bewerken. We kunnen het artikel Aleida Leurink verwijderen van de volglijst. We volgen ook onze eigen overlegpagina en ons kladblok. En je kunt hier filters toepassen voor als je veel op je volglijst hebt staan. Bijvoorbeeld dat je alleen de laatste versie ziet, of paginabewerkingen, of nieuwe pagina's, of geregistreerde acties. En als je hierop klikt, zijn er nog veel meer dingen mogelijk. Dit hoef je allemaal niet te doen als je daar geen zin in hebt. Door gewoon op dit sterretje te klikken, wordt het toegevoegd aan je volglijst. En als je je e-mailadres hebt toegevoegd aan je profiel, krijg je een melding via je e-mail als iemand iets aan een artikel verandert. We kijken nog even of we zo nog iets anders vinden aan dit artikel wat we kunnen aanpassen. En ik zou zeggen, kijk ook vooral mee. Wat kunnen we aanpassen aan het artikel van Aleida Leurink om het beter te maken? Wordt het inderdaad beter als ik predikantsvrouw een linkje maak? Laten we even kijken wat er gebeurt. We kunnen het woord predikant zo selecteren, dus zonder de S en de vrouw, en weer hiervoor kiezen. En dit aanklikken, zodat je predikantsvrouw heb je dan een deel van het woord blauw. Ik weet niet of dat een betere bewerking is, of het daar beter van wordt. Dus ik ga deze wijziging niet publiceren. Maar als je kijkt en je hebt het een beetje met me meegedaan en jij denkt dat dit wel een verbetering is, pas het dan vooral aan. We hebben hier ook het woordje dominee. Waar we voor moeten waken is dat we te veel blauwe linkjes krijgen. Dan zie je door de blauwe linkjes het artikel niet meer.
Maar het moet ook wel zo zijn dat als je het niet weet, het makkelijk kunt aanklikken. Dus wat is het verschil tussen een predikant en een dominee? En is het handig om dat hier te hebben staan en in het blauw? Denk vooral met mij mee. Ik sla het niet op. Ik ga hiervoor kiezen. Wijzigingen niet opslaan. En ik ga weer snel terug naar mijn persoonlijke pagina. En ik ga er nog eens over nadenken of het handig is om die linkjes blauw te hebben of niet. Of ik wacht gewoon af wat jullie ervan denken. Nou, Aleida Leuring staat nog steeds in ons rijtje. En we zien dat dit 5 pagina weergaven zijn. En hier staat een klokje, omdat er nog geen pagina weergaven zijn geweest voor de Volvo 100 serie sinds we hem bewerkt hebben. Of dat het nog niet berekend is. En zo doe je dus een kleine bewerking op Wikipedia. En houd je de artikelen die je wilt volgen bij op je volglijst.